Elroy Bezemer, oud-volleyballer. Kenner ook van het volleybal, van het Duitse en het Nederlands volleybal. Dus dit is wel een speciale wedstrijd voor jou. Nou, ik heb vorig jaar in de Bundesliga getraind bij EUSC Münster. Dus dan weet je een beetje hoe dat leeft in Duitsland. En jarenlang zelf gevolleybald in de Eredivisie in Nederland. Ja, dan kan je dat wel een beetje vergelijken hoe dat dan werkt. Nou, vergelijk maar. Ja, eigenlijk is het een beetje zo dat Nederland in de competitie gewoon in de kinderschoenen staat nog op dit moment. In Duitsland is in de Bundesliga iedereen full prof. Team wat kampioen wordt, maar ook een team dat degradeert. Ze trainen allemaal vijf dagen in de week, drie keer per dag. Alles is professioneel opgezet. Ja, en in Nederland trainen nog steeds eredivisieploegen niet vijf dagen in de week. Ze trainen hopelijk 10 uur, maar dat is wel een beetje de max. En dat is toch wel een groot verschil. Zie je dat verschil eigenlijk ook nu terug op het veld? Nou ja, je ziet dus dat niemand van Nederland in Nederland speelt eigenlijk. En in Duitsland zijn er een aantal Duitsers die gewoon in de Duitse competitie spelen. Omdat het niveau gewoon veel hoger is. Omdat ze gewoon de uren maken. En omdat ze gewoon dan ook meedoen op de Europese kampioenschappen, dat soort dingen. Europacup wedstrijden doen ze mee. Dus ja, dat is gewoon allemaal... In Nederland is dat één rondje of twee rondjes wat ze doen. En dat was het dan wel. En in Duitsland gaan ze gewoon mee voor finales. Dus dat is een groot verschil. Vorig EK werd Duitsland ook tweede. Wat vind je van Nederland op dit EK? Nou ja, ze hebben me heel erg verrast. Omdat ze gewoon echt hele goede wedstrijden gespeeld hebben. Je ziet gewoon langzaamaan dat eigenlijk de ondergrens niet meer zo is. En dat die steeds wat hoger wordt. Waardoor ze lekker kunnen volleyballen. En ze hebben een topspeler als niet meer in. Ja, die elke keer team op sleeptouw neemt en dat is gewoon mooi om te zien. Jij bent spelverdeler geweest, we volgen ook een beetje Wessel Kemink. Wat vind je van hem? Ja, ik vind dat hij het heel goed aan het doen is. Maar je merkt wel dat we op spelverdelen nog echt wel wat stapjes tekort komen ten opzichte van de toplanden. En ik hoop dat we die stappen kunnen maken, maar ja, dat kost heel veel uren. En niet alleen maar uren in de trainingszaal, maar je moet ook op hoog niveau gaan spelen. En ik hoop voor hem en voor de andere spelverdelen dat ze gewoon in de clubs waar ze spelen in het buitenland, dat ze heel veel uren kunnen maken in het veld tijdens competitiewedstrijden. En als dat lukt, ja, dan kan je die stap maken. En als je dat niet kan spelen, ja, dan wordt het wat moeilijker. Maar ik denk dat Wessel, hij heeft natuurlijk bij Fusion Rotterdam gezeten. En als je dat ziet hoe die nu is, ja, hij is natuurlijk super verbeterd. Zo mooi om te zien. Precies, dus hij kan nog wel stappen gaan maken, al is hij ook niet meer de jongste. Nee, maar spelverdelen, ik denk dat spelverdelers op een top zitten begin 30. En niet als je mid 20 bent. Dus er is heel veel te leren. Alleen je moet wel geduld hebben en dat is soms wel eens lastig. En je moet ook de juiste keuzes kunnen maken naar de clubs toe. Soms word je gevraagd voor hele hoge grote clubs in Europa, maar dan kom je op een tweede plan terecht. En dan speel je niet. En als je niet speelt, dan kan je die stappen niet maken. Dan kan je beter een treetje lager, waar je wel veel speelt. Ja, en als je dat doet, dan maak je die stappen wel. Dus ik hoop voor hem dat gebeurt. Dat hij daar toch mooie clubs kan spelen. Maar dat hij week in, week uit in de competitie kan spelen. En dan kan hij zeker stappen maken. Want wat dat betreft, als spelverdeler, is hij nog best wel jong. Ook al ben je niet meer begin 20, zeg maar. Nederland staat nu met 14-13 voor tegen Duitsland. Als je zo die Duitsers ziet, wat is hun kwaliteit dan? Nou ja, Duitsers hebben een hele ervaren spelverdeler. En een hele ervaren diagonaal. En daarin zie je gewoon dat een spelverdeler is toch wel een key positie. Die het team rustig houdt, die het team in moeilijke situaties ook eruit haalt. En die geen onrust creëert in het veld. En dat hebben de Duitsers wel goed voor elkaar. Ze spelen dit jaar wel minder dan dat ze afgelopen jaren gedaan hebben. Dus ja, en je ziet de eerste twee sets hebben ze Duitsers echt Nederland onder druk gezet. Ik hoop dat ze het nu om kunnen draaien, maar ja, je weet het niet hè. Wat vind je überhaupt van de sfeer? Nou, op zich wel goed, alleen ik denk dat we nog wel wat kunnen leren van de Polen. Want als je dat ziet, dat is echt één groot feest. Je merkt aan de Nederlanders als het goed gaat. Dan zijn we erbij en als het wat minder gaat, dan merk je ook niet dat ze erbij komen. En de Polen, dat hebben we gezien in Rotterdam. Ja, die staan vanaf punt 1 te zingen en die stoppen niet meer.
Ja, dat is, dan hoop je dat we dat ook bij elkaar kunnen krijgen. Dat we dat voor elkaar kunnen krijgen. Maar ik moet wel zeggen, wat dat betreft is het altijd een mooie ambiance zo in hier. En wat we hebben gehad in Ahoy, echt mooi om te zien.